Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag hebben jullie een nieuwe episode van Facecam Vrijdag. En vandaag is het op Downhill. En deze map krijg ik serieus gewoon echt vaak. En ik vind het best een kutmap, dus dat vind ik niet zo leuk dat ik hem zo vaak krijg. Maar ja, oké. We spelen in ieder geval met de M8. En dan vind ik, ja, ik weet niet. Maar ik vind het enige wapen waar ik op het moment nog goed mee kan spelen. Of ja, goed, redelijk, moet ik zo zeggen. Want ik, ja, een beetje verleerd alles. Maar het maakt niet uit. En trouwens net over die intro, hè. Het valt me echt op dat ik die intro steeds sneller ga zeggen. Dus volgens mij verstaan jullie echt niet meer wat ik zeg. Misschien dat jullie het weten van dat ik het ooit gezegd heb, maar jullie kunnen het volgens mij echt niet meer verstaan. Dat ik begin echt tegenwoordig zo snel te praten. Bij B, yep. Nou, dat was ook niet echt de accuracy over 9000. Jezus! Oh mijn god, ik schiet echt ubescheef. Dat is echt schandalig. Als ik voor iedere keer dat ik misschiet een dead zou krijgen, dan zou ik echt 9000 deads hebben. Oké, hier misschien. Ik denk dat ze hier spawnen. Passen. Nee, ik ga niet dood door een sniper. Oh, had een pistooltje. Dat is typisch, hè. Snipers hebben altijd een ander wapen in hun hand. Dat heb ik zelf ook. Ja, ik zag hem in mijn rug op de kaart. Come on, come on. Hij dacht, oh, die heeft een zwak wapen. Echt niet. Op zich speelt het wel raar. Een silencer op een B23R. Ik moet even C zien te cappen. Mooie puntjes vangen. Wauw, dat is wel heel erg, Dennis. Schrikkelijk. Iedereen wordt slechter in het spel. Dat valt echt op, hoor. Niet alleen ik. Het is vrij rustig hier. Als het rustig is, hè, dan weet je gewoon dat er iemand in de buurt is. Het kan nooit rustig zijn in Call of Duty. Dan is of iedereen is gereeds quit, dus enemies for fighting, of ze staan gewoon ergens in je rug te kijken. Dus even oppassen. Je gaat het team met via links. Ik wil ook via links, dus ik ga met hem mee. Hopelijk dat hij nou ook niet een enemy voorbij loopt, die ook vaak zat gehad. Dat hij bijvoorbeeld... Ja. Ook heel leuk. Snel, 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 snel. Duurt allemaal vrij lang. Ik ben gestunt, dus daar heb ik nooit zo'n zin in. Dat is gelukkig wel weg, maar... Wauw, verschrikkelijke red dot trouwens. Critical. Ja jongens, hoeveel van die klote stunts hebben ze hier? Ik ga gewoon niet weg, ik heb geen zin in. Ik ga die mensen niet challengen. Mijn teammate heeft hem, wat netjes. Ja, hij wordt alweer niet gestunt, hè. Ik ben altijd degene die gestunt wordt. Oh shit, ik flikker net naar beneden. Nee! Ik ging net naar achteren, dat zag je misschien wel. Als het gaat om deze kant ben ik echt een pussy. Ik durf hier nooit door te lopen. Ga ik altijd via de andere kant eigenlijk. Nice. Ik zag eigenlijk niet echt iets. Ik zag wel iemand lopen, maar ik zag niet dat hij achter die steen zat te headglitch of zo. Ik zag hem teruglopen, denk ik. Blijf gewoon schieten. We zien van niks wel. Gewoon proberen. Shit, ze zitten bij C. Enemies in mijn rug. We hebben in ieder geval orbital, dat scheelt. Of ik nu iets in heb, dat is een 2. Dat is een tweede. Die heb ik. We gaan wel onze streak proberen te halen, maar ik weet gewoon dat ik vandaag genaaid word. Het is echt zo'n dag. Vandaag word ik genaaid op mijn killstreaks. Zal ik zeggen, cap in meentje, dat is best wel gewaagd, hè? Ik ben hem nou aan het cap, of niet? Nee, ja, ik ben hem... Nee! Oh, fuck yes! Ik heb mijn streaks. Ah, dat was het enige wat me interesseerde. Ik zag ineens, boom, twee enemies in mijn rug. Dat vond ik echt niet grappig. Dat vond ik echt niet grappig. Ik denk, nee. Het zal er niet weer zo zijn. Ik had ook bijna dat ding gecapt. Ik dacht echt van, als ik dat ding cap, dan heb ik sowieso mijn streaks. Er lag gewoon niemand op de grond te campen. Die team stond erbij, dus ik snap er echt even helemaal niks van. Maar oké. Okay. We hebben onze streaks. We waren mooi voor straks. Ik ook. Even weg hier. Oh mijn god. Team met 1 op 10. Dan zou je bijna zeggen dat hij aan het boosten is. Maar aangezien de enemies ook slecht staan, dan kan dat niet. Volgens mij is hij AFK. Dat was volgens mij die kerel die hier net AFK stond. Of hij is gewoon brain dead. Kan ook. Ik zou zeggen, laat even in de comments achter wat jullie denken. Was hij brain dead of is hij AFK? Ik weet nog niet zo zeker. Ik ook. Ik zweer het je. Sinds ik deze radical heb. Dus dat is dat blauwe puntje. Speel ik veel beter. Eerst had ik als een groen kruisje. Of gewoon een rode stip, weet je wel. Echt een red dot. Alleen, ja, ik weet niet. Ik had het idee dat het wapen er zwakker van werd. Maar volgens mij, omdat het ding kleiner is, moet je meer moeite doen om echt raak te aimen. En dan schiet je dus ook meestal beter raak. Dus dat is serieus iets waar ik denk. Ik heb bijna mijn orbital weer. Of ja, bijna op weg.
Ik word geblokt door mijn teammate. Ik word geblokt door mijn teammate. Ga ik dood door dit, door de muur heen. Door een SWAT door de muur heen. Want de teammate achter me gaat staan. Ik kan niet naar achteren, dus ik ga dood. En die was mis. Oké, 17-2. Waarvan één keer nog steeds niet terecht. Ik zweer het je. Nee, twee keer niet terecht. Sowieso. Die eerste spawn kill, die was fucking lelijk. Twee man in je rug. Echt gewoon vol in je rug. Die je volgens mij nog voor je doodschiet. En de tweede, ja, geblokt door een teammate. En dan door de muur heen doodgeschoten worden. Tja. We staan 17-2. Ja, ik kan denk ik wel zeggen dat ik een beetje het team gecarried heb. En niet qua punten, want we staan achter, maar we gaan wel even winnen. Ik was trouwens strak wel aan het cap hier. Toen werd ik dus gekild, toen ging ik dood. Fuck it, ik ga wel gewoon eerst even B af. Jongens, we gaan naar B af. B! Oh shit. Ik ga die streaks nu. Maakt niet uit, man. Nee, ik ga niet dood aan jou. Niet vandaag. Oh, dat was die klootzak. Oh jongen, dat speelt raar. Dat is wat. Wauw, dat is fucking vaak. Wat? Nee, zeg niet gesniped. Yep. Pussy. Dat was dat kind die iedere keer... iedere keer van zijn wapen switcht, jongen. Niet normaal. Fucking irritant. Die speelt dan met zijn... Met een submachine gun. En iedere keer als er iemand in de buurt is... Of nee, die speelt met een sniper. Maar als er iemand in de buurt is, switcht hij naar zijn submachine gun. Met fast hands en zo. Dat is fucking sad. En nou die eigenlijk het tegenovergestelde. Het is wel slim, maar het is fucking irritant. Ja, ik wil hier naar... Nee, man. Ik weet mijn god niet waar die kerel vandaan beschoten werd. Die boven, linksboven. Ik word weer geblokt door mijn teammates. Ik word constant geblokt. Er zitten enemies in mijn rug tegenwoordig. En voor me, en achter me, en in me, en over me. In me hoop ik eigenlijk niet. Dat is best awkward. Ik vind die wapen zoveel chiller dan die SWAT, hè. Ik weet niet, maar die red dot is ook zo raar. Klinkt heel stom, maar dat speelt zo raar. Je kunt niet snel achter elkaar schieten. Niet snel beurs schieten. Hij is alleen wel veel sterker, dat scheelt. We staan 28-3. Valt een beetje tegen voor Swarm, maar ja. Wat wil je nog meer? Ik wil mijn streaks inkallen en dat ga ik ook doen ook. Hopelijk haal ik daar mijn orbital. Ik ga hem... Nee, ik ga sowieso alle twee killen. Boom! Fuck you! Je zit allemaal beneden, allemaal binnen die dingen. Eigenlijk vlieg je hier ook best hoog vergeleken met andere mappen volgens mij. Ik kan niet... Ah shit, zit daar binnen en ik kan niet hoog remen. Nou wel. Oké, come on. Nee, shit. Dan gaan ze er allemaal campen, allemaal. En ik kan daar niet naar binnen schieten. Even oppassen, want dan zul je zeker zien, dan ben ik allemaal hier bezig en dan staan de enemies bij mij. Die heb ik wel, terecht. Die voelt zich sowieso nou genaaid. Ik denk echt van... Damn it, ik was binnen. Toch hoop ik dat ze daar iets aan gaan doen in de volgende Call of Duty. Dat je niet zo hard kan spawnkillen met killstreaks. Dat je dan toch wat protection hebt, zeg maar, tegen air support. Want dat is best wel bad aan dit spel. Je hebt totaal geen protection, vooral in Nuketown. Daar kun je gewoon helemaal niet je spawn uit. En waar kom jij vandaan? Wat? Ik zat echt niet op te letten. Ik had echt niks gehoord, niks gezien. Ja, gehoord kan ik niet. Ik heb eigenlijk geen geluid. Dus dat is één punt. Maar ik kan het niet gezien op de UV. Dabbal! Oppas, ik heb niet heel gek verkozen meer. Oh, mooi man. Mooi. Ja. Ik kan het alleen niet uitspreken. 38-4 en mijn team is 25. You sir, you suck. Oké, we ook. Zo gek dat ik dit eerst een verschrikkelijk wapen vond. Helemaal niet meer overweg kon. En nou is het gewoon mijn favoriete wapen. Oh shit, ik kan hem niet dood, maar ik dacht even dat de karretje achter mij ging mollen. Wow, hij had me echt snel dood, what the fuck, moet je kijken. Nee, ik kan nooit man, de killcam schiet zelfs wat lang hè. Maar in het echt jongen, één kogel, boom, dood, weg. Footsie. Oh shit, ik zit op die trap, ik zit vast. Ik zat op die trap, ik ging de hele tijd omlaag en omhoog, dat is fucking irritant. Dan komen ze niet, hè? Dan zitten waarschijnlijk in mijn rug of zo. 42-5, average. Oh, leuk, sentries. Heeft er iemand EMP, please? Ik heb wat EMP's, maar alleen bij League Play, zeg maar. Hierbij niet. League Play heb ik nodig. Oh shit. Ja, ik liep weer tegen iemand aan. Laat zien de killcam. Kan ik dat nog zien? Ja,
Dan zie je dan, die kerel was alweer weg. In eerste instantie, jongen, ik liep hier achteraan. Of achter weer tegen iemand aan. Oh shit, twee man. Twee man, spawn. Die kerel met de sniper is wel fucking bad. Als hij niet eens de kogel af kan schieten, we zijn te verliezen. We hebben nou wel triple cap, dus in principe kunnen we terugkomen. We mogen ze alleen semi cappen. En dat zijn ze aan het doen. Dit was een close call. We zijn te winnen. Ja. Nee, nee, nee. Ah, oh, jezus. Ik raakte hem allemaal half, jongen. Ik zat niet op te letten. Ik had allemaal slack, dan weet ik allemaal gekke dingetjes. Kut, sorry. Nee, wauw. Ga ik nog even drie keer dood op diezelfde pedo. Eén ding is zeker. We hebben gewonnen. En dat is eigenlijk het enige wat telt. Boom. 45-8. Het is live. Mooi score voor live. Niks aan de hand. In ieder geval, dit is een kutkind. Volgens mij staat deze trouwens bij mij. Hij zit bij mij in mijn team. Alex Weed. Ja, hij stond onder mij. Nou, die kerel met die live machine bij hun. Volgens mij is hij geliefd. Maar dat is een klootzak. Moet hij me ineens drie keer op rij? Moet hij me killen? Dat schoot ik ook al scheef. Fuck dat. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. En ja, dat was het eigenlijk wel. Ik heb eigenlijk verder rest niet heel veel mede te delen. Dus als je het leuk vond, laat gewoon een like achter. En laat een leuk comment achter als je wat te vertellen hebt. En dan zie ik jullie waarschijnlijk de volgende keer weer. Ik ga dadelijk kijken of dat ik zombies kan recorden. Want als ik dit aan het uploaden ben, heb ik geen internet in huis. Dus dan kan ik best toch eventjes die tijd goed benutten door zombies te spelen. Dus dat komt sowieso binnenkort. Want ik heb nou dus vakantie. Ik ga dat sowieso spelen. Maar of ik het dan nog ga uploaden, dat weet ik niet. Want ik kan niet echt twee video's per dag uploaden. Zeker niet als je zombies doet. Omdat het zo lang duurt. Dus even kijken hoe ik dat ga doen. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Laat een like achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Houdoe.